En alle mensen van Dutch Game Nation, welkom bij Super Mario 64. We gaan verder. Vorige aflevering zijn we begonnen. En hebben we Bomboms Battlefield gedaan. En nog twee keer gegleden. En dan gaan we naar level 2. Dat is niet van begin. En ga ik weer mis. Dat soort dingen, die kan ik echt gewoon niet timen. Chip of Chom Womp's Block. Nou, ik moet zeggen, dit is wel een van mijn... op zich wel favoriete levels. Er zijn er nog wel een paar wat extra aandacht zou moeten verdienen van mij, maar dit is in principe toch wel een van mijn favoriete levels. Kijk. Nou, wat ik hier meestal doe in dit level, is hier altijd omhoog. Want dit heeft een leven. En zo kom je altijd hierboven gelijk terecht. Dus dan hoef je eigenlijk, kan je een heel stuk overslaan. Oh ja. Ik kan zeggen, dat gaan we nou niet doen. Gewoon wachten totdat hij valt. En op zijn pleister gaan springen in principe. Kom op. Drie keer in scheepsrecht en dat was hem. Nice. Het eerste ster van vandaag. Chip of Womp's Block. En 8 sterren. Oh, 8 sterren? Oh, dan kunnen we eigenlijk Bowser doen. Maar daar gaan we nog niet aan beginnen. To the top of the fortress. Dus we gaan nu weer... ja, nog een rondje. In principe dezelfde route. Ah, fuck. Nou, kom op zeg, Mario. Even. Ik weet dat Italianen lui zijn. Maar op het moment dat ik dit opneem, zijn ze in principe aan het slapen door de siesta. Nee! Fuck. Nou gaan we de faal krijgen. Ik had niet op heel veel faal verwacht eigenlijk al, maar... kijk. Dit kan je in principe al gewoon... ja, nou wacht ik. Kom op. Lopen. Ja, kijk. That's how we roll. Ja. Yeah. Kijk, en nou weer daar. En nou moeten we bovenop. En zoals de vorige keer doe ik dat nu weer. Alleen dan... ja, nou hebben we een toren om te beklimmen. Oh. Oh shit. Oh. Nice, Mario. Lekker bezig. En zo is ster nummer 9. Met ook 9 levens trouwens. To the top of the fortress. Next. Shoot in the blue wild blue. Is dat die ik denk dat het is? Vast wel. Ik ken namelijk dit spel best snel uit mijn hoofd. Daar heb je in principe de kanon voor nodig. Hele leuke kanon. En ik zal je ook wel uitleggen waar ik hem dan voor moet gebruiken, maar... ik noem mezelf geen pro. Maar... het kan ook anders. Ik zeg, het kan anders. Kijk, nou heb ik hem geloof ik wel. Oh, ik sta er te ver van, of dus te ver onder. Kijk, haha. Nou, dan gaan we even naar boven. Aangezien ik er heel slecht in ben... maar normaal gesproken zou je dan even die pilaren hier moeten gebruiken als... ja, in principe als rem. Maar ik doe het altijd via de muur. Omdat ik daar altijd iets beter in ben. Iets makkelijker doe. En zo hebben wij 10 sterren. En zoals beloofd, misschien aan het eind van deze aflevering... gaan wij dus even naar het volgende muntje, of naar het volgende petje... rode munten.
altijd een van het leukste om te doen. Want zoals ik de vorige aflevering al zei, daar doe ik altijd de 100 munten bij. En daar hou ik me ook aan. Oké, ik ga eerst even kijken. Ik kan zeggen, even niet kloten nu. Zo. Nee, dat dacht ik al. Aangezien ik toch nog beneden moet zijn. Kijk, ik ga even glijden naar beneden. Yeah. 5 munten per stuk dus, zeg maar. Dus dat tikt altijd wel lekker aan. Nice. Ah, nee. Oh ja, wacht, bovenin stonden ook nog een paar. Even genoeg bedankt voor de herinnering. Maar dan moet ik er wel op kunnen komen. Ja, kijk. Kijk, het zijn niet zo heel veel munten, maar alle munten die ik nu kan pakken is mooi meegenomen. Pff. 2 muntjes en ik ben bij heel, dus even niet zeuren. Nou, pak ik deze. Oh, huh? Had ik deze niet gepakt? Oké. Ik dacht van wel. Maar dat is dus het hele punt, want ik moet niet denken. Oh, nice. Nou, daar hier heb ik... volgens mij zijn dat de, is dat het volgende petje daarna. Alleen ik ben nooit met dat volgende petje hier geweest. Dus ik weet eigenlijk ook niet wat je ermee kan doen. Kom op. Nice. Hoppa. Dat zijn er al 4. 83 munten al. Holy shit. Nice. Ik ben nog op tijd ook. Dan moet ik hem nog opvangen. Ik even de camera draaien. Ga mijn camera weer even kut doen. Ja. Kom op. 95 munten. Ik moet er in principe dus nog 5. En zoals ik het zie haal ik dat hier al. Dus dat is heel fijn. Haha. Boeit niet. We hebben in ieder geval nog een munt binnen. Of een ster binnen. En die komen meestal naar beneden. Kut. Net te laat. Maar goed, zo hebben wij dus 100 munten en zo in principe een extra ster verdiend. Dit zijn niet van die... Dit zijn niet de... Die hoeven niet. Alleen als je die 120 sterren wil wel. Maar ik weet dat als ik hem nu haal... Dat ik later de cut levels mag overslaan. Tenminste voor die... voor de 70 sterren mag ik er dan heel wat overslaan. Daar ben ik dan heel blij mee. Wat moest ik ook weer doen? Oh ja, de rode munten. Hoeveel heb ik er? 6. Oké. Kijk, zo halen we nog een leven erbij. Dit vind ik pakjes echt een level om te doen om levens te verzamelen. Kom op. Yeah. Fuck robots, fuck grote mensen. Een loodgieter kan het ook. Kijk, gewoon muntjes blijven verzamelen. Ik bedoel, mijn ster heb ik al binnen. Nou, moet ik alleen die nog. Nice. 120 munten. Dat zijn nog net geen sterren, maar even kijken. Nou, moet ik even goed gaan springen. Ik spring al gewoon die kant op. Hop. Ster nummer 12. Dat is 1, 2. Nice. Dat zijn er 12. Fall into the Caged Island. Persoonlijk even de moeilijkste uit dit level. Ah nee, er is er nog één moeilijker.
Er is er één die vind ik nog echt wat moeilijker. En daar zou ik nog wel eens mijn levens aan kunnen gaan verpesten. In de testrun wat ik deed, had ik hem wel in één keer goed. Dus ik hoop dat het nou wel ook goed gaat. Even rondjes vliegen. Ah, fuck. Nou, nou moet ik weer wachten. Ja. In principe zou ik nu niet tussentijd die andere even kunnen doen, maar... Dat het uiltje heel lang duurt voordat hij weer terug is. Ah. Kom op. Kom op, uiltje. Kom op. Daar is uil. Oh. Kom op, uiltje. Hedwig. Hedwig is op zich wel een goede uil. Ik ga het wel van een 4 proberen. Oh. Ik val. Ik heb daar het geduld niet voor, dus dan gaat het gewoon heel snel fout. Zo. Even Mario een paar trucjes laten doen. Yeah. Oké. Goed. Gaan we weer. En bingo. Nice. 3. Stelt niet zoveel voor. Het ging af om de sterren en niet om de munten. Blast away the wall. En dit is waar het dus bij mij elke keer fout gaat. Dus ik hoop dat het nou deze keer wel goed gaat. Oh. Ik dacht dat het fout ging. En daar werd de kanon wel voor nodig. Kijk, en dan zou je in principe met dit ding... Zou je daartussen kunnen schieten, zeg maar, precies op dat achterste pilaar. Maar goed, waar het hier om gaat is... Dat ik... Ik hoop dat ik het goed doe, hoor. Nice! Het meest... scheiterige... kutster die er is. Want als je te hoog gaat, vlieg je... Of eroverheen, of je gaat er doorheen en even goed buiten het level... En als klein kind, echt toen was ik echt een jaar of 8, toen wist ik echt niet welke muur dat is. En sindsdien, ja, trap ik er gewoon niet meer in. Blast away the walls. Nou, we dit level af. Ja, dit level hebben we af. Mooi. We gaan de volgende aflevering, dan stop ik het hier. Volgende aflevering gaan wij... hi Toad, hi. Zal ik even met jou praten? Ja. Ik was Bowser who stole the... Ja, dat weet ik. Wauw, vertel eens wat meer. Nee, volgende aflevering gaan wij dus... Bombom's Battlefield afmaken. En gaan wij dus voor het petje. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef het een groen duimpje. Abonneer als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je bij de volgende aflevering weer. Dus, mazzel.